is. To be honest, this is one very potential machine. Opnieuw een aantal wijzigingen ook hier in het vreemdelopvoet van deze Double D. Waar het dan wel, zou ik zeggen, niet van de bange rijstijl combineert aan een trekker waarvan in ieder geval de voorkant omhoog gebruikt is. En ik ga hier niet nog een keer een vertreklijn afsteken. Maar in ieder geval de voorkant omhoog gebruikt. En het frame eigenlijk nagenoeg qua hoek is geneutraliseerd. Kijk hoe dat het loopt hier! En waar van tevoren wel een stukje rijstrategie bepaald was, oftewel niet al te vroeg.